Pak dat bot eens. Weeg maar 5 kilo. En dit is? Dit is een teenkootje. Teenkootje van een hele grote planteneter, van een Brachiosaurus. Deze komt uit Noord-Afrika en Marokko. Dit is een echt bot. Dit is een echt bot. Oké, ik zit hier vandaag aan de keukentafel bij de Groene Poort. En naast mij zit de man van de Groene Poort, ofwel de oprichter, René Fraaien. En welkom aan onze tafel, René. Ja. En ik vind het zo leuk om hier een keer te zijn. Mijn kinderen zijn hier altijd geweest, vanuit school. En ik sta er ook van te kijken dat het zo groot is, want jij bent hiermee begonnen een aantal jaren geleden. Dat klopt. En hoe kom je erbij om hiermee te beginnen? Een familie. Een vader, een moeder, 4 kinderen. Na mij een jongere zus, 2 jongere broers, dus met 6. En toen mijn jongste broertje 3 was, toen gingen mijn ouders eens kijken van wat verder van huis met vakantie. En toen hadden ze een huisje gehuurd in de Achterhoek, in Overijssel. Bij Oosterhaar, Westerhaar, Sipculo, dat soort dorpjes. En toen kwamen we in aanraking met 2 oude vrouwtjes. We waren daar aan het rondlopen of rijden. En toen zagen we 2 oude vrouwtjes zagen bij een grindgat. Want daar wonnen ze veel grind voor de betonindustrie en huizenbouw. En die waren daar wat aan het zoeken. En mijn vader zei, we zullen ze helpen, want die zijn een oorbel kwijt of een horloge of wat dan ook. Maar die waren niks kwijt. Ze waren 500 miljoen jaar oude sponsjes aan het zoeken. Verkiezelde sponsjes van 500 miljoen jaar oud. Die met de gletsjers uit Scandinavië helemaal aangevoerd waren naar midden Nederland. Zo. Nou, ze hadden pas een halve in 10 jaar tijd gevonden. En ja, dat vonden we wel leuk, ze lieten plaatjes zien. En die oude vrouwtjes gingen op een gegeven moment naar huis. En mijn ouders hadden een pleed bij en een picknickmand. En die gingen bij het water zitten. En gaan jullie maar lekker spelen in de zon en in het water. En nou, wij gingen zoeken. En mijn zus en ik vonden die dag allebei een hele. Dus wat die vrouwen in 10 jaar tijd een halve hadden gevonden, vonden wij die dag een hele. Nou, die vrouwtjes die hebben geen goede ogen, of die hadden geen goede ogen. En als kind ben je laag bij de grond. Ja. Dus het is eigenlijk wel verklaarbaar dat je dan. Maar toen ging mijn vader, die zei van ja, dat kan best wel zeldzaam zijn. Toen zijn we naar Natura Doset gegaan. Dat is het oudste natuurmuseum van Nederland. Daar in de buurt? Ja, in 1890 opgericht. En dat vonden we zo'n mooi museum. En daar was ook een geoloog, die werkte daar. En die gingen we naartoe met onze vondsten. En mijn 2 andere broertjes die hadden ook wat andere dingen gevonden. Bliksembuisjes en een zegeltje. En nou ja, dat doosje van toen, daar is eigenlijk alles mee begonnen. Want die sponsjes bleken relatief zeldzaam te zijn. Ja. Ja, en die liggen nog steeds hier in een van de kastjes. Die krijgen straks nog een mooie plekje, die liggen hier in het museum. Dus met die 2 sponsjes en dan wat andere vondsten, wat je eigenlijk in een schoenendoos kunt stoppen. Ja, daar is 45 jaar geleden alles mee begonnen. Jouw broers en zussen, waren die eigenlijk ook zo bezeten van het zoeken? Of was ja, jij dus wel... het was wel een familiehobby. Maar leuk, mijn vader is voordat hij trouwde ook in Australië geweest. Heeft daar ook goud gezocht en gevonden. Oh, en ja? Heeft daar saffiertjes gevonden. Heeft er nog een trouwring voor mijn moeder van laten maken. Oh, leuk. Dus het reizen en het avonturieren, maar ook de biologie, zit wel in onze familie, in het bloed. Ja. Dus in de 4e klas van het ateneum dacht ik nog, ik word dierenarts. Yes. Dus ook met dieren te maken. Ja. Ja, ja. Maar toen ging ik naar het Sint-Jan in Den Bosch en er was een bijeenkomst. Daar kon je vragen aan mensen die al afgestudeerd waren van is daar een goede werkgelegenheid in. Dus ik ging daar naartoe naar een dierenarts en zei je kunt het beter niet doen. Want er zijn veel te veel dierenartsen en dan krijg je geen werk. En toen mijn tweede keus was geologie. Dus eigenlijk was het mijn tweede keus. Dat was mijn hobby. Achteraf zou ik het precies zo weer gedaan hebben. Ja toch? Ja. Ja. Maar toen ik afstudeerde in de geologie, 85, 86, toen was er geen werk in de geologie. En toen waren er veel te weinig dierenartsen. Och. Dus het zijn altijd golfbewegingen, dus je moet altijd toch... Maar ja, als je jong bent, geloof je nog alles. Maar dus had ik dierenarts gaan studeren, had ik gelijk een baan gehad. Maar omdat ik geologie was, als geoloog kreeg ik geen baan. En ik vond 6-7 jaar studie geologie te zonde. En ook die hobby om weg te doen. Ja. Want veel studievrienden van mij zijn bij de Belastingdienst terechtgekomen. Of in de bouw, of bij de PTT, of bij de politie. Ik dacht, ja, dat is mijn hobby, mijn leven. Want is het zo lang? En toen pas, in 1986, heb ik de knoop doorgehakt. En ik dacht, ik ga toch proberen om van mijn hobby mijn beroep te maken. En dat hebben we op de Ammonietenhoeve in Geemonde gedaan. Oh ja, die ken ik wel. Wat oudere bokselaren kennen de Ammonietenhoeve in Geemonde wel. Dat was het ouderlijke huis van mij. Ja. Met een hele vervallen stal van 30 bij 10. En die vervallen stal, varkensstal, hebben in de loop van de jaren uitgebreid opgebouwd tot museum.
Daar kwam van alles te liggen, wat je zelf vond? Ja, wat we gedurende onze vakanties vonden. Ja, dat wilden we, wat de moeite waard was, dat bewaarden we. En, maar waar verdiende jij dan de kost mee? Want nou, je zit op vakantie, ging van alles snuffelen en zoeken. Eerst ga je nog, als je klein bent, ga je nog met je ouders mee. Ja, maar toen jij op een gegeven moment afgestudeerd En tijdens mijn studie ben ik ook studiereizen gaan maken. Ik ben in Spanje geweest, in Italië geweest, Sicilië geweest, Cyprus geweest. En tijdens mijn studie heb ik ook heel veel een netwerk opgebouwd. Ik kende een professor in Warschau, ik kende een professor in Budapest, ik kende mensen in Spanje, ik kende mensen. Dus dan krijg je een heel netwerk en dan word je ook weer uitgenodigd. Dan kost het je wel je reis, maar het onderdak wordt dan weer daar verzorgd. En, dus het hoeft niet zo heel veel te kosten. En dus als studentje heb je ook niet veel nodig. Nee. Maar dat was mijn lust en mijn leven, dat verzamelen. Maar ook niet alleen verzamelen, ook er wat mee doen. Want uiteindelijk publiceren we ook hier heel veel. Dus we hebben hele bijzondere vondsten gedaan. Van inktvisjes en krabbetjes. En dat waren nieuwe soorten. En als je een nieuwe soort vindt, dan mag je die een naam geven. Dus de eerste nieuwe soort die wij vonden, was in Zuid-Limburg. Daar vonden we hele mooie fossielen. Wie zijn dan we? Het is nog steeds gezin. Ja, ja. En mijn vader vond er een algenknol. En op die algenknol zat een krabbenschaar. Een pootje van een krab. En dat was uniek, want ik had heel veel boekjes. En daar stonden ze nergens in. Foto gemaakt. En met die foto opgestuurd naar Londen, want in Londen zat dan een specialist van fossiele krabben. En toen kreeg ik een mooie brief terug. Ja, het is een nieuwe soort, wil je die beschrijven? Zullen we dat samen doen? Dus in 1986 heb ik samen met die man mijn eerste wetenschappelijke publicatie geschreven. Ja. En dat krabbenschaartje, genoemd naar de vinder, en dat was mijn vader. Dus dat krabbenschaartje heet Prehepatis werneri. Mijn vader heet Werner, dus is naar Werner mijn vader genoemd. Ja. En zo hebben we in de loop van de tijd tientallen nieuwe soorten gevonden. Ik heb een nieuwe soort naar mijn broer en mijn vrouw genoemd. Wat leuk. En toen ben je op een gegeven moment, je hebt heel lang dan in Geemonden gewoond, maar daar groeide je ook Uit de kluit, hè? Ja. Toen hadden we een gebouw van 20 bij 10, dat was dan het museum. En een klein gebouwtje erbij, dat was een woonhuisje. En daar konden we dan koffie drinken en bij elkaar zitten. Ja. En dan ga je kijken, hoe kan ik mijn kost verdienen? Ja, dat wou ik net zeggen. Stenen die zijn wel leuk, maar je wil ook wat eten. En toen ben ik de studiereizen die ik tijdens mijn studie had gedaan, ben ik gaan verluxen. Dus naar een goed hotel. Lekker eten, een goede bus. Toen was nog de Mol Pelikaan hier in Bokstel. Ja. Die hadden mooie bussen. Die heb ik benaderd. Ik ben zelf op pad geweest naar gebieden in Zuid-Frankrijk, Zuid-Engeland, Zuid-Duitsland. De gebieden die ik ook met mijn ouders had bezocht. Cursussen gemaakt voor in de avond. En dan de 50-plus markt. Want de 50, de grijze golf, hè, die kwam toen al aan. Die is er nog steeds aan het komen. In 1985 hebben we een artikel gekregen in Natuur en Techniek. Een heel goed gelezen blad voor onze doelgroep. En er was een gratis advertentie, omdat ik ook een artikel schreef. En toen kregen we onze eerste reis naar de Provence, Zuid-Frankrijk, kregen we vol. Althans, we kregen een man of 25 kregen we daar. En dat waren bijna allemaal gepensioneerde mensen. Dat waren directeuren van ziekenhuizen, maar dat waren ook gewoon verpleegsters. Heel raar, maar veel uit de gezondheidszorg, omdat die mensen ook dagelijks met leven en dood bezig zijn. En die willen ook wat meer van afweten van hoe heeft de natuur zich ontwikkeld. Dat is wel opvallend als je die reizen gaat organiseren. Ja. Ik deed op een gegeven moment 9 meerdaagse reizen op een jaar organiseren. Maar dat was heel leuk werk. Je doet heel veel mensenkennis op. En je kunt mensen stimuleren in een hobby. En daar hebben we centjes mee verdiend om uiteindelijk hier deze grond aan te kopen. Deze grond hier hebben we in de begin jaren 90 aangekocht. Oké, want dit is jouw ding, hè? De Groene Poort. Jij had zoiets van, nou, dit staat leeg. Ja, wel met steun van ons gezin, hè? Mijn vader heeft me altijd gesteund. Ja. Ook financieel. Oh ja. En mijn broers. Want hoe oud was jij toen je hier kwam bij de Groene Poort? En toen was ik 40 jaar. Wat wilde je eigenlijk precies? Je had wel een idee natuurlijk. We hadden ondertussen ook heel veel collecties gekregen, want door allerlei. Was jij je vader? We is een stichting. We hebben de stichting Ammonietenhoeve opgericht. Ook weer een heel verhaal. Ammonieten, zal ik dat vertellen? Ja, doe maar. Toen wij in Geemonden kwamen wonen, op de Lambertusweg, zette mijn vader daar een nieuwbouwboerderij neer, want de oude boerderij was jaren geleden daarvoor afgebrand. En op de muur zetten wij ammonietenhoeven. En toen kwamen de buren zo eens heel argwanend en achterdochtig kijken, want die hadden in het woordenboek opgezocht wat ammonieten zijn. En ammonieten zijn aanhangers van de god Ammon. Dus ze dachten een of andere secte daar in de Geemonden in huis gehaald. Dus we hebben ze op een gegeven moment uitgenodigd en uitgelegd dat ammonieten ook fossielen zijn, inktvissen, die lijken op de god Ammon, want de god Ammon, de Egyptische god Ammon, heeft de kop van een ram.
En die ramshoorn, die gedraaide ramshoorn, lijkt heel veel op zo'n ammoniet, zo'n inktvis. Dus dat is allemaal goed gekomen. Toen hebben we een stichting Ammonietenhoeve opgericht. En met die stichting hebben we de subsidies binnengehaald. Ben ik die reizen gaan doen. Ja. En daar hebben we centjes mee verdiend om uiteindelijk hier, want ons museum was groeiende. Er was ook heel veel vraag vanuit het onderwijs. En ook de wetenschappelijke waarde van onze collectie is steeds meer gestegen. Ik doe zelf veel onderzoek naar krabben en kreeften. En soms ook naar inktvissen. Naar de evolutie daarvan. Naar hoe ze geleefd hebben. Sommigen hebben bijtsporen en dat bestudeer ik. En dat wordt gepubliceerd in artikelen en dan krijg je heel veel contact. Ja, waarom vind je dat nou zo interessant? Waarom is dat? Omdat ik vind wat het is dat nou zo boeiend daar? Dat is een soort CSI. Pak dat blot eens. Weegt maar 5 kilo. En dit is? Dit is een teenkootje. Teenkootje van een hele grote planteneter, van een brachiosaurus. Deze komt uit Noord-Afrika en Marokko. Dit is een echt bot. Dit is een echt bot. Okay. Als dit een echt bot was geweest van nu, laten we zeggen van een olifant, dan was die wit geweest en dan kon je met één vinger optillen, want een bot is heel licht. Een bot van nu is heel licht. Hè? Je hebt misschien wel eens een koeienbot of een kippenbotje. Ja. En dit bot is helemaal versteend. Dit bot is ook meer dan 65 miljoen jaar. Dit bot is zelfs 150 miljoen jaar oud. Hoezo versteend? Als een dier doodgaat en het wordt bedekt door aardlagen, dan in de loop van de miljoenen jaren worden al die poriën wat een bot heeft, wordt opgevuld met chemicaliën vanuit het grondwater en vanuit de omringend gesteente. Zo'n bot, ja, als je dat vindt, dan wil je weten wat het van bezig is. Nou, het is geen hond en geen kip en geen kat en geen koe ook niet. Nee, dus maar ik vind dat knap die jij ziet. Dan ga je dus een speurtocht beginnen van, hier is een gewrichtsvlak en hier is een gewrichtsvlak. Hier hebben spieren aanrecht gezeten. Ja, waar lijkt het op? Ja, het lijkt eigenlijk best wel op een teen of een vingerkootje. Daar lijkt het wel op, alleen niet die van ons of van een zoogdier, maar dan van een ander dier. En dan ga je zoeken in boeken en uiteindelijk kom je dan erachter dat dit een teenkootje is van een saurus van een 30 meter lang. Ja, dat is kikken gewoon eigenlijk, toch? Dat is kikken en dan hoop je ook nog meer te vinden. Je hoopt dat die andere teenkootjes er ook nabij zitten en dat het de rest er ook nabij zit. Maar als je alleen dit vindt, is het ook al mooi. Maar soms vind je er ook krassen op. En dan ga je eens kijken, hoe komen die krassen erop? Wat voor een beest heeft? Ja, dat is al een vleeseter geweest. En soms vind je zelfs nog een stuk tand in zo'n bot zitten van een vleeseter. En dan ga je naar die tand kijken en dan kun je zien welke vleeseter deze planteneter gepakt heeft 150 miljoen jaar geleden. En dan kun je dus een heel landschap voor ogen toveren door puur naar fossielen te kijken. Want bij dit bot vind je ook pollenkorrels. Dus je kunt kijken wat voor planten groeiden in die tijd. Nou, in deze tijd groeide er nog geen gras. Geen gras? Groeide er nog geen loofbomen. Oké, maar groeide er dan wel? Er waren varens. Er waren ook al andere, de eerste bloemplanten ontstonden, maar grassen waren er in deze tijd nog niet. Dus dat is een hele rare gewaarwording. Je kunt je nou geen wereld zonder gras voorstellen. Nee. Maar in de tijd van deze dinosaurus was er geen gras. Als je naar het gebit van deze jongens of meisjes gaat kijken, dan zie je een gebit wat eruit ziet als een kammetje. Staaftanden. Maar daar kun je niet mee malen. Gras moet je malen, dus alleen aan het gebit kon je zien dat er geen gras was. Want hoe haal je naalden van coniferen, van naaldbomen, dat moet je door een kammetje aftrekken. Nou ja, en zo leer je steeds meer over hoe de wereld van 150 miljoen jaar of 100 miljoen jaar, ligt aan wat je onderzoekt, eruit ziet. Maar interessant, zeg. Ja, en ik doe dan bijvoorbeeld heremietkreeften. Heremietkreeften kennen we allemaal, die gaan een lege slak in en trekken die slak mee. Maar vroeger waren er ook niet zoveel slakken. Vroeger hebben ze weer andere dingen gebruikt en dat proberen we dan te achterhalen. En dan begrijp je steeds meer over evolutie. Ja, want zoals bijvoorbeeld wat jij dan doet, een inktvis of kreeften, die hebben altijd in het water geleefd. Ja. Hoe kun je dan? Ik vind krabben in Langeboom bij Mil, hè, bij Graa. Hier in Brabant kun je fossiele krabben vinden van 5 miljoen jaar oud. En hoe komen die daar dan? En haaientanden, dat is zo groot. Van reuzenhaai, de grootste haai die ooit geleefd heeft. Bijna heel Brabant was tot 3 miljoen jaar geleden Noordzee. Dus 3 miljoen jaar geleden was Eindhoven was de kust en hier kon je lekker pootje baaien. Hadden we hier de Waddenzee van. En ga je nog verder terug, ga je 65 miljoen jaar geleden terug, de tijd van het Limburgse krijt, hadden we hier koraalriffen. Hadden we hier palmbomen, hadden we hier zwemmende varanen van 15 meter. Ja, hier in Boksel, hè? Ja. Hoe komt het dan dat dan zo'n zee helemaal weggaat? Dat er niks meer van over is. Ik kan me voorstellen dat er nog wel iets blijft, maar het is allemaal weg, hè? Ja. Het is allemaal land. Ja. Hoe kan dat dan? Wij zijn een deltagebied.
De Rijn en de Maas en nog wat kleinere rivieren, de Dommel, die komen hier allemaal in ons Brabant en in Noord-Holland en Zuid-Holland komen die uit. En dat verzandt. Dus alle bergen die in de Alpen omhoog gekomen zijn en in Frankrijk, en daar stromen kleine beekjes en riviertjes en die komen uiteindelijk in grote rivieren. Al dat afbraakmateriaal wordt hier in de Noordzee gedumpt. Hier in Boksel staan wij op allemaal brokken en grind vanuit Frankrijk en Duitsland aangevoerd. En daaroverheen is in de ijstijd nog eens een keer wind geweest met stuifzand. Dus wij zijn een heel jong stukje aardbodem. We hebben hier een mooie Romeinse vondst, ook in het museum. En we hebben zelfs bronstijdvondsten. En in Eindhoven zijn zelfs Neandertaal uit de steentijd vondsten gevonden. Maar in Boksel kom je niet verder dan een paar duizend jaar oud. Waar moet jij dan naartoe? Naar Zuid-Limburg. Of bijvoorbeeld naar Zeeland. In Zeeland bij Katzand, bij Nieuwvliet. Ja, ja. Daar heb je geulen die aardlagen raken tot 50 miljoen jaar oud. En daar vind je walvisresten en haaienresten. In Winterswijk komen gesteentes aan de oppervlakte waar reptieltjes van ongeveer 250 miljoen jaar geleden liepen. Dus in Winterswijk hebben we ook steengroeves. Maar in Brabant hebben we alleen maar zand. En als je geluk hebt, komen ze op 30, 40, 50 meter diep. En dan kun je in de buurt van Uden kun je dan fossielen van 5 miljoen jaar vinden. En die hebben we hier ook veel. We hebben vogelbotten, zeehondenbotten, dolfijnenbotten uit de buurt van Uden, zeg maar. Die hebben hier allemaal liggen uit Brabant. Ja. Wat is nou het verschil? Want nou zie ik hier dus al die dino's en zo. Waar komen die dan allemaal vandaan? Want die komen dus niet uit Nederland, hè? Dinosaurus is weer een heel verhaal. Ja. We hebben ook echte botten zoals deze. Maar de meeste dinosaurussen die je wereldwijd in musea ziet, in tentoonstellingsruimte ziet, zijn altijd replica's en afgietsels. Omdat de originele botten veel te teer zijn en te zeldzaam om in te gaan boren. Je kunt je voorstellen als je hierin gaat boren om op te zetten, dan springt het helemaal uit elkaar. Dus daar worden rubberen mallen van gemaakt. Dus zo'n bot wordt helemaal in het rubber gegoten. Dan knip je hem open, heb je twee helften. En die twee helften kun je dan vullen met gips. Maar dat is niet zo sterk. Maar dat doen ze dan meestal met een glasvezelmatje. En polyester insmeren. En dan kun je een hol bot maken. En dan kun je heel makkelijk opzetten. Dus alle skeletten die wij hier hebben staan, dat zijn replica's. Maar wel van originele gemaakt. Ja. En het originele, waar staat dat dan? Nou, bijvoorbeeld van die Brachiosaurus, waar dit een teenkootje van is. Er zijn er maar heel weinig redelijk complete gevonden. En de meest complete is maar 40% van gevonden. Zo. Die ligt in Berlijn. Maar 40% is nog best wel veel. Want als je dan een goede preparateur bent en je hebt één voorpoot gevonden, dan weet je ook hoe de andere voorpoot eruit gezien heeft. Ja. En als je een nekwervel mist, want ze weten vaak wel hoeveel nekwervel ze gehad hebben, dan moet je er eentje bij maken. Dat is dan weer niet zo erg. Als je nou bijvoorbeeld zo'n fossiel vindt van een of andere dino, hoe lang zijn mensen daarmee bezig om die uit te graven? Of hoe zie ik dat? Zitten dat die ligt er helemaal aan. We hebben hier nog een stuk steen liggen. En dit is een stukje zandsteen. Dit is gewoon een kiezel op het strand gevonden in Portugal. Hij is mooi door de zee afgespoeld. En aan de buitenkant zie je niks aan. Je ziet alleen wel dat het zandsteen is. Dat is vroeger een zeebodem geweest. Je ziet er laagjes in. Okay. Zie je? Van die laagjes. Ja. Dus vroeger is het los zand geweest. Dit is 150 miljoen jaar oud. Het is allemaal in elkaar gekit. En als ik hem omdraai, dan zie je hier iets zwart zitten. Ja. Dat is bot. Goh, ik zou dan denken van, ach, dit is gewoon een steen. Ja, jij zou dat denken, ja. Ik zou dat denken, ja. Is dit bot, hè? Ja, dat zwarte is een stukje dinosaurusbot. En aan die uitsteeksel kunnen we zien dat er waarschijnlijk een wervel, een kleine wervel in zit. Hier ben je dagen mee bezig, wil je dat botje uit die harde zandsteen halen. Goh, en dat doen we met hamer en bijtel in het begin. En later doen we dat met luchtdrukbijteltjes om helemaal eruit te halen. Ja. We hebben een paar dinosaurusbotten uit de Mergel van Limburg, maar dat is heel zelden. Maar in België hebben ze complete skeletten gevonden, in Zuid-België, in de kolenmijnen van vroeger. Zo. In Zuid-Frankrijk worden relatief veel dinosaurussen gevonden, zelfs complete dinosaurus-eiernesten. In de buurt van Aix-en-Provence, in de buurt van de Pyreneeën. Hoe zien die er dan uit, zo'n ei? Als je dan deze dinosaurussen, die grote jongens, die legden eieren tot zo groot, voetbal. En planteneters legden ronde eieren. En vleeteters legden ovale eieren. Okay. De grootste T-rex eieren zijn 60 centimeter. Zo, dat is zoiets. Helemaal knoepers, ja. Helemaal langwerpig. Die werden gelegd in het zand. Want die dinosaurussen waren te groot om uit te broeden. Als ze erop gingen zitten, zeiden de eieren krak. Dus die deden net als schildpadden en krokodillen nu nog. Een gatje in het zand maken. Eieren erin. Zand erop. En dan werden ze door de zon uitgebroed. En als je nou zo'n ei hebt, hè, dan komt dan in een museum te liggen. Ja. Je maakt het nooit open?
Dan kun je want als je het nou openmaakt, wat zou daar dan in zitten? Zou daar dan... Ja, er zijn embryo's gevonden. Maar dat doen ze met MRI, met röntgen, zeg maar. Ja, natuurlijk. Kunnen ze kijken waar de botjes liggen. Maar dat is 1 op de 10.000 eieren zitten. Maar er zijn eieren met hele mooie embryo's gevonden. Goh, die ja. al zo ver waren. Ja. Stel je voor dat het bij een rivierbedding was en die rivier overstroomt, waardoor die eieren die bijna uitkwamen afgedekt worden door een laag klei, waardoor ze niet meer konden ademen, niet meer uit konden komen. Dan kan dat zo, eigenlijk ja. als een soort Pompeii, kan dat dan bewaard blijven. Goh, ja. Hoe komt het nou dat al dit bijzondere, dat er allemaal weg is? Mensen zeggen dat het komt door het klimaatverandering, door de ijstijd. Oh, je bedoelt, waarom de dinosaurussen er niet meer zijn? Ja, onder andere. Hè? Ja. Dus waarom dat er zoveel veranderd is door de jaren heen? Nou, aan de andere kant is maar goed, want als de dinosaurussen waren blijven leven, hadden wij en ik nou geen verhaal hier gehad. Want dan hadden wij hier niet gezeten. Want er waren de zoogdieren nooit tot bloei gekomen. Dus voor ons is waarom niet? Omdat tot 65 miljoen jaar geleden er zoveel dinosaurussen rondliepen, niet alleen planteneters, maar ook vleeseters. Die vleeseters waren zo agressief en zo succesvol, dat de zoogdiertjes die er al leefden samen, zo gauw ze boven het gras uitkwamen, werden ze opgegeten. Die waren veel minder succesvol. Door stom toeval, 65 miljoen jaar geleden, is er een meteoriet geweest, een hele grote meteoriet, die heeft een gat van 180 kilometer, bijna zo groot als heel Nederland, geslagen waar nu Mexico ligt, in Noordoost-Mexico, Yucatan. Hmm. Dat gat kun je ook daadwerkelijk zien ja? in het landschap en voor 2/3 ligt het ook in de zee. En die inslag heeft zoveel roet en rotzooi de lucht ingepompt. En gelijktijdig was er in India, zeg maar, precies aan de andere kant van de wereldbol, in India waren er vulkaanplateaus, zo groot als heel Frankrijk. Allemaal vulkanen, vulkanen, vulkanen. En die twee samen, of één van die twee, maar ik denk gecombineerd, die hebben het ecosysteem zo verpest door al die gassen en de roet en de as, dat op een gegeven moment niet genoeg zonlicht meer op aarde kwam. Bijvoorbeeld om die eieren uit te broeden. En de zoogdieren hielden hun jongen in hun buik zelf warm. Ja. En het is dus puur toeval geweest dat doordat die dinosaurus hun eieren in het zand legde en er niet genoeg zonlicht meer kwam om die eieren uit te broeden, dat die weggevaagd zijn. En de vogels die hun eieren warm hielden erop te zitten en de zoogdieren en de hele kleine reptieltjes, die hebben het overleefd. Maar die grote jongens zijn allemaal verdwenen. Was dat niet gebeurd, waren er geen mensen ontstaan. Nee, vader, zou dat niet? Zou absoluut ook niet. Ook niet op een ander gedeelte van de wereld of nee, zaten ze overal? Dan hadden we geen mensen gehad. Dan hadden we slimme dinosaurussen gehad. Dan hadden we dinosaurussen gehad die misschien wel een beetje mensachtig eruit zagen. Die ontwikkeling zien we wel. Er zijn op een gegeven moment, op het einde van dinosaurussen, zijn er al dinosaurusjes. Zo groot als een mens ongeveer, die ook steeds meer hersens kregen. Want om te overleven moet je steeds slimmer worden. Hè? Ook bij de dinosaurussen zie je al dinosaurussen ontstaan met meer hersens. En al een beetje de vorm van een mensje krijgen. Dus je weet nooit. Er zijn leuke opdrachten voor de jeugd. Dan maken ze een tekening van over hoe het leven er zo uitgezien zou hebben. Ja. Want dan zouden we dus inderdaad een soort mens, maar dan vanuit een dino, niet vanuit een zoogdier, maar vanuit een dino, die hier misschien... Ja, dan was het heel anders geweest. Daar sta je eigenlijk nooit bij stil. En dat is nou de kracht van ons museum. Ja. Dat proberen we dan ook als zaadjes bij de jeugd neer te leggen van wat als. Ja. Ben voorzichtig met de natuur die we hebben, want als je wat verpest, dan doe je het ook gelijk goed. En dan zie maar eens dat je het terugkrijgt. Je krijgt het vaak niet meer terug. Nou, op die manier proberen we die boodschap van het verleden naar het heden te vertalen. En dat draait als een trein, want de helft van ons museumbezoek is jeugd tussen de 4 en de 12. Daar zijn we heel trots op. Ik hou ook heel veel van planten, van bomen en struiken vooral. We hebben hier ook een arboretum. Dus als we in Hongarije zijn, dan gaan we ook naar Arboreta daar kijken. Arboretum, zeg je? Arboretum. Arbo, wat is dat? Arbo is de Latijnse naam voor boom. Ja? Een arboretum is een bomentuin. Een bomentuin? Een educatieve tuin waar heel veel bomen en struiken te zien zijn. Wat wij hier hebben, dat weet bijna niemand, dat is onze levende collectie. Maar ik heb vanaf 1999 tot nu, 16 jaar lang, ben ik naar Boskoop gegaan en door heel Nederland gereden om bijzondere bomen en struiken hier neer te zetten. November 2012 heb ik de gemeente een rapportje gestuurd, hoe ik de toekomst zie, voor uitbreiding. En toen hebben we het bos hiernaast gekregen, tussen hier en de stoplichten. Ja. Dat is 3,5 hectare. En dat was eigenlijk een vrij dood bos. Dat was een bos waar 80 jaar lang geen onderhoud in gepleegd was. Waar heel veel Amerikaanse eik ingedrongen was die de rest aan het verstikken was. En dat bos zijn we nu aan het verjongen. We zijn die Amerikaanse eik langzaam aan het terugdringen. En bijvoorbeeld de linden en andere inheemse bomen aan het terugplanten. We hebben ongeveer
100 bomen nu gekapt en we hebben er 900 jongen voor teruggepoot. Zo. Dus 100 Amerikaanse eiken weg en 900 andere voor terug. Om het bos te verjongen en vitaal te maken. En daartussendoor maken we een wandelpad. Waar de mensen de dinosaurussen zoals ze met een jasje waren kunnen zien. Maar dan wel volgens de tijd. Want er waren al bomen in de tijd van de dinosaurussen die nu nog steeds leven. En die naaldbomen waar jij het over had. Denk aan de sequoia, de mammoetboom uit Amerika of de ginkgo. En de magnolia, dat zijn allemaal bomen die hier allemaal... Ja, dat is een hele primitieve boom. Oh. En die hebben, we hebben van alles hier in de boom. De koortsboom en de benzinestruik en de zakdoekjesboom. En we gaan zo meteen eens rondlopen. We gaan buiten kijken, we gaan binnen kijken. Ja, gaan... ik ga mee met jou. Oké, doen we. In onze tuin laten we de ontwikkeling van de aarde en vooral het leven zien. En het leven op land is begonnen met vissen. We zien daar een oervis. Die zijn het land opgekropen en die vissen kregen pootjes. En longen en uiteindelijk kregen we amfibieën, daar zien we hier eentje staan. En die leefde ongeveer 370 miljoen jaar geleden. En vanuit dit soort amfibieën zijn steeds grotere amfibieën ontstaan en uiteindelijk ook de reptielen. Tussen het levensechte model lopen ook levende dieren en dat zijn in dit geval de poelenpetaten of parelhoenders en de kippen. We hebben ook pauwen en ganzen en dat zijn onze levende dino's. Vogels zijn dinosaurussen. Als je kip eet of kalkoen of parelhoen en je kijkt goed naar de bordjes, dan kijk je naar dinosaurus. Maar bijvoorbeeld een amfibie, een kikker, komt die komt dan op een dinosaurus af? Nee, amfibieën. Van de vissen. Dus de vissen kruipen het land op. Amfibieën zijn nog afhankelijk van water voor hun eitjes, voor de voortplanting. Oh, ja. Want amfibieën zoals kikkers en salamanders, die leggen eitjes in het water. Zo gauw ze op het land leggen, verdrogen de eitjes. En op een gegeven moment hebben een bepaald groep amfibieën hebben een stap gemaakt en die zijn eitjes op het land gaan leggen met een harde schaal die niet uitdroogde. En toen pas konden de dieren ook het land veroveren. Dus in het begin van leven op aarde was alleen maar rondom water leven. Ja. En op een gegeven moment ontdekken ze, hey, we kunnen een ei met een schaal leggen, dat zijn de reptielen. En die pas konden alle continenten veroveren. Okay. Dit is al een overgang van reptiel naar zoogdier. Hij krijgt al hoektanden, hij krijgt al snijtanden. En dat is een groot verschil met reptielen en zoogdieren. Dus, nou, we staan hier bij een giganotosaurus. Giganotosaurus leeft in Zuid-Amerika en was samen met de T-rex in Noord-Amerika en met de Spinosaurus in Egypte, Noord-Afrika, zijn de grootste drie roofdieren uit de tijd van de dinosaurussen. 14 meter lang, 4 meter hoog, dus het waren grote jongens. Oh jee. Maar wat een mooi stuk bos is het hier. Ik wist niet dat het ook zo groot was. Hè? Dit bos is in april 2014 erbij gekomen en dat proberen we nou stapsgewijs in te richten met planten en dieren. Goh, prachtig hoor. Nou, we laten onze beelden maken in Duitsland, in de buurt van Hannover, zit een bedrijf. En die hebben ook wetenschappers in dienst. Die houden alle nieuwe wetenschappelijke feiten goed in de gaten. En nou blijkt dat de meeste vleeseters of haren of veren hebben gehad. Och. En dit is een van onze nieuwere modellen. En dan kun je ook gelijk zien dat de beelden daarop aangepast worden. Dit was een vleeseter. Ja. Kun je ook mooi aan die tanden natuurlijk zien. Ja. En klauwen. Het was echt een hele gemene rover. Maar die zijn ook bedekt met haren nu. Dit was al een hele moderne dinosaurus, want zoals je ziet heeft hij van die platen op zijn rug. Ja. In die platen liepen bloedvaatjes, kun je bij die kleintjes mooi zien. Ja. En door al die bloedvaatjes die er liepen, de huid zat net om die platen heen, waren het eigenlijk een soort zonnepanelen. Dus het was al een hele moderne dinosaurus, zeg ik altijd de kinderen, want deze had al zonnepanelen om zich op te warmen. Het was een planteneter, een moederdier die bij een nest, je ziet dat er twee kleintjes met een ei. Oh god, ja. En die verdedigt dat nest tegen een aantal raptors. Raptors waren kleine dinosaurussen, vleeseters die in groepen op dinosaurussen joegen. En die ziet hier eentje de moederdier bespringen en verwonden. En het moederdier verdedigt zich hier. Ja. Deze grote jongens die konden hele naaldbomen helemaal kaal ritsen. En dan gingen ze naar de volgende, want ze moesten heel wat naalden opeten. Nou. Om zo'n groot lichaam in leven te houden. Nee. Om zich te verdedigen tegen de grote vleeseters hadden ze een hele lange staart. Mm-hmm. Die was dan langer dan hun nek. En met die staart konden ze als een zweep slaan. Ja. En om de grote vleeseters op afstand te houden. 8 jaar geleden hebben we hier een hele grote hal omheen gebouwd. Want tot 8 jaar geleden zaten we nog maar op 10.000, 15.000 bezoekers. Toen we die hal hier gebouwd hebben met al die skeletten erin. Er staat een Brachiosaurus, die is 23 meter lang en 11 meter hoog. Er staat een Diplodocus van 18 meter lang. Er staat een Carnotaurus, een Tarbosaurus, een Gasmosaurus. Er staan heel veel skeletten hier om ons heen. Vanaf dat moment zijn we enorm met de bezoekersaantallen aan het stijgen gegaan. En nou met die tuin erbij hopen we dan naar die hoogte van 100.000 te groeien. Maar ja, die hal is een enorm succes. Er is wel voor kinderen, die zouden achtermoeders... Ja, er zijn erbij die achtermoeders gaan. Ja, dat kan me voorstellen. Braaf. Oh,
de ene kant, ja, het is erg dat ze er niet meer zijn, maar... Het is toch? Ja, hiervoor. Dus het zit echt bij jou in... Dit is mijn woonkamer. In hart en ziel. Het lijkt er nog net niet op een dino. Dat komt nog. Anders kun je niet exporteren. Nee, ja. Ja, want dan ben ik hier al een paar keer geweest. Nou, er is constant volk over de vloer. Ja. Het is hier hartstikke druk. Gelukkig maar, want ons museum krijgt een dubbeltje subsidie. Dus we moeten het van de inkomsten van de bezoekers hebben. Ja. Nou, want daar vraag ik me nou af. Hè. Dan denk ik, de Groene Poort, het zet Boxtel wel op de kaart. Ja. Allerlei toeristen, dakjes uit, mensen van alle kanten komen hierheen. En wat doet dan Boxtel zelf om jou tevreden te houden? Ja, wij werken keihard hier voor een mooi visitekaartje voor Boxtel zijn. Ja. Dat doen we nu al 16 jaar op deze locatie. Ja. We hebben hier een VVV-agentschap in huis. Die is 56 uur per week open, van 9 tot 5 alle dagen, het hele jaar door. Ook op de zondagen en de vakanties. We hebben een bezoekerscentrum waar iedereen naar binnen kan lopen en folders kan meenemen over het Groene Woud. En daar krijgen we gelukkig voor dat Groene Woud, voor het bezoekerscentrum, krijgen we gelukkig ondersteuning van de gemeente. Maar we hopen ook dat het zo blijft. Maar subsidie dan, om dit allemaal te kunnen onderhouden? Ik bedoel, de gemeente... Langzaam maar zeker begint het bij de gemeentebestuur en ambtenaar begint wel te leven dat het museum meer is dan alleen een paar stenen. Het moet verzekerd worden, het moet goed geklimatiseerd worden, wetenschappelijk onderzoek. En het trekt er op die manier dus ook heel veel publiek. Dus, en ja, ik hoop dat de gemeente doorkrijgt dat na mij dit museum hier ook een wiegje moet hebben met een omarming door een gemeente. Want een museum zal altijd geld kosten. Ja, want het moet goed opgeborgen worden, het moet toegankelijk zijn. Maar aan de andere kant, het levert ook heel veel revenue op. Want als je ziet hoeveel bezoekers we krijgen, en zo zijn er steeds meer mensen die Boxtel intrekken. En op die manier heeft Boxtel wel revenue ook van ons bezoekersaantal. Ja. Ik vind dat de overheid moet kijken, wat stop ik erin? En wat krijgt de bevolking, de overheid, ook weer terug? Ja. Dat is tot op nu toe, in mijn beleving, niet goed gebeurd. Maar ik heb wel de goede hoop dat het gaat gebeuren. Ja. Ik heb begrepen dat het Mubo Boxtel, dat daar de hele... de verlichting en de gebouwen en dat alles betaald wordt vanuit de gemeente. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. En dat mogen ze bij mij ook wel doen. Ja, kan me voorstellen. Ja. Een museum op deze schaal met meer dan 50.000 bezoekers op jaarbasis. Ik denk niet dat er in heel Brabant en zelfs niet in heel Nederland een museum is wat zonder overheidssubsidie, zonder gemeentelijke subsidie draait. Goh. Maar hoe kunnen we draaien? Omdat deze jongen, die heeft een bedrijfswoning hieraan vastgekoppeld. En eigenlijk zitten we nou hier in mijn woonkamer of keuken, hoe je het ook noemen wil. Want ik ben dagelijks hier te vinden. En dat is de enige manier ook om dit museum aan de gang te houden. Ook voor beveiliging, voor exploitatie. Ja, is het eigenlijk een must dat ik erbij woon. Als ik eigenlijk in Eindhoven zou wonen of in de Bos zou wonen, zou dit museum niet goed kunnen draaien. Nee. Ja. René, en heb je ook een privéleven? Dat doen we ook nog aan, ja. Ik heb een vrouw en die helpt ook mee. Hè. Die zit hier ook 's morgens vroeg de wc's ook... te poetsen en met alles krijgen. Maar die is ook zo gepassioneerd als jij? Ja, we doen alles samen. Ja. Oh, maar we gaan ook samen op vakantie en we gaan ook. We hebben een boerderijtje in Hongarije, daar gaan we ook elk jaar een paar keer naartoe. Even weg van alles. Je kunt niet aan de gang blijven, de accu moet af en toe opgeladen worden. Ja, maar kun je dan, als je daar zit in Hongarije, kun je het dan loslaten? Ja, maar dan doe ik wetenschap. Hier heb ik niet de rust, maar daar heb ik de rust en dan ga ik achter de computer. Niet elke dag, we hebben ook een hondje, we gaan met een hondje wandelen, we gaan naar vogels kijken, ik ben ook een vogelaar. Ik zie ook, als ik zo rondkijk, zie ik ook allemaal mensen, of tenminste de kinderen, met dat ze vragen moeten beantwoorden, of hoe werkt dat dan? Nou, ze krijgen opdrachten. Ja, we hebben nou een heel stuk over het museum gehad, maar we zitten hier in een stukje van ons natuur- en milieu-educatiecentrum. We doen ook heel veel aan natuur- en milieu-educatie voor basisscholen. Op jaarbasis, en dit tel ik dan nog niet bij die 50.000 museumbezoekers, krijgen we hier meer dan 10.000 leerlingen uit de regio. Heel veel uit de gemeente Den Bosch, gemeente Smeers-Gestel, gemeente Doederode, gemeente Haren. We geven bij bijna alle gemeentes rondom ons natuur- en milieu-educatie. Ja. Alleen met onze eigen gemeente heb ik nog steeds geen contact. En die willen allemaal zo'n groen op de kaart en... Jij zegt het. Al 15 jaar geven we hier kinderen waterles. We zien hier achter ons allemaal flessen water. Ja. Als je goed telt zijn het er ongeveer 130. Dat is 130 liter flessen water is wat de gemiddelde Nederlander per dag in Nederland verbruikt. Of gebruikt of misbruikt kun je ook zeggen. Ja. Want we hebben maar 3 liter voor ons lichaam nodig per dag. Dus dit is wat we voor ons lichaam nodig hebben. En dit is wat we gemiddeld per Nederlander per dag aan water door de grootsteen spoelen. Jezus.
En dat geeft, die zaadjes leggen we in, tijdens onze waterlessen en onze natuurlessen tussen de oren. Bij de, ja, hoe wordt dat nou ontvangen door kinderen? Snappen ze dat ook? Of zeggen ze, oh ja, en ze huppelen weer verder? Nou, juist door het visueel te maken, komt het binnen. Als je het op papier zet, ja, 130 liter, ja, 130 liter. Ja. Maar dit is 130 liter. En dan moet je heel, heel lang de kraan voor open houden om de gootsteen te spoelen. Ja. Dus proberen elke keer op een leuke manier educatie tussen de oren van de kleinere te brengen. Ja. En dat doen we ook met natuur- en milieu-educatie. Ja, want hoor je dat ook terug van scholen of van kinderen of van ouders, dat kinderen daar wat bewuster mee omgaan? Ja, we geven ook duurzaam consumeren. Dus let in de winkel op of je een blikje koopt of een flesje. Is het flesje van glas of van plastic? Daar hebben we een les over. We hebben bomenlessen, paddenstoellessen, waterlessen. Klimaatlessen, wat kunnen we eraan doen om het klimaat te verbeteren? Hoe kun je thuis, in je tuintje, bijvoorbeeld heel simpel, vroeger nestelden de mussen altijd onder de dakpannen. Nou, in mijn tijd, in jouw tijd, zag je nog genoeg mussen. Ik denk dat de gemiddelde leerling de mus niet meer kent. Nee. Zo weinig mussen zitten tegenwoordig. Maar tegenwoordig, omdat we alles hebben dichtgestopt onder de dakgoot. Ja. Maar tegenwoordig kun je weer speciale stenen kopen waar mussen in kunnen nestelen. En als je nieuwbouw pleegt, zet hij er dan ook een paar in de muur. Ja. En het water opvangen. Vroeger ging alles gelijk het riool in en het werd afgevoerd. Maar dan krijg je ook weer verdroging. Zorg ervoor dat er ook nog wat water ter plekke kan wegcijpelen. Maak niet alles plat met stenen en asfalt. We hebben hier de waterzuivering in Bokstom. Ja. Die waterzuivering, daar halen we vies spullen uit het water. Hè. Dus al onze poep en plas, zeg ik dan, en de tandpasta en noem maar op, wordt daar eruit gehaald. Nou, die poep en de plas, vooral die poep, komt straks op een grote hoop. Dat wordt uit het water gezuiverd, komt op een hoop. Wat doen we daar nou mee? Ik denk dat we dat als mest gaan gebruiken? Nee, of het gaat naar verbrandingsovens. Okay. Daar wordt energie uitgehaald, dan houden we as over. En die as wordt onder andere in asfalt gebruikt. Dus als je straks wegrijdt, of je komt hier naartoe, dat vertel ik dan ook de kinderen. Ja, rij je leuk, eigenlijk ja. over jouw eigen poep, rij je, kom jij hier naartoe. Maar om dat op die manier te vertellen, blijven er toch jongeren heel veel dingen beklijven. Dat is zo leuk om te doen. Als net als wat je zegt, als die jongeren hier vrolijk lachend de deur uitgaan, dan weet je dat je het goed doet. Ja. Want René, als je nou zo'n les geeft, hè, nou, jij zegt af en toe doe ik het zelf. Er zijn dus verschillende mensen hier die hier ook rondlopen. Ja, we hebben het museum, dat is één ding. En we hebben natuur- en milieu-educatie, dat is een tweede tak. Daar hebben we drie vrouwen eigenlijk voor die in de roulatie geven die lessen. Je hebt er net eentje gezien. Ja. Carola is vrijwilligster hier. Okay. Carola is een biologe. Die heeft in Nijmegen biologie gestudeerd. En die woont hier vlakbij. En die vindt het zo leuk om hier les te geven. Ja. Zo hebben we een paar meer dames die in tourbeurt hier lessen geven. We hebben ook heel veel stagiaires. We vinden het ook belangrijk om stagiaires een mooie werkervaringsplek te hebben. We krijgen stagiaires van de HAS, van de Helicon, van de Fontis, van noem ze maar op. Die komen allemaal hier ook. Soms voor het NME, soms voor het bezoekerscentrum, soms voor het museum. Ja. En dan hebben we ook nog de VVV, dat zijn onze vier takken. Ik heb heel goed personeel, ik heb heel leuke vrijwilligers, je ziet allerlei mogelijkheden. En mensen denken mee met jou? Maar ik ben nu wel zover dat ik ook de gemeente heb aangegeven, ik heb wel een klein steuntje nodig. Ja. Ja. Dit museum draait hartstikke goed, alleen wat dit museum nog mist, en dat is essentieel, is een conservator. Dus iemand die de collectie beheert. Kijk, ik heb alles gegooid nu op baliepersoneel. De mensen die hier komen moeten goed behandeld worden, moeten een tosti op tijd krijgen, moeten een koffie en een thee kunnen drinken. De bezoekers zijn hier koning. Maar waar het museum op draait is de collectie. Ik heb geen conservator, ik heb geen medewerkers die de collectie beheren. De collectie moet nou in een database gestopt worden. Dat kun je niet alleen met vrijwilligers, daar heb je ook gekwalificeerd personeel voor nodig, heb je geologen voor nodig. Nou, die kosten nogal wat, want dat zijn universitaire scholen. Die missen we nog. Nou, willen we dat zelf op gaan hoesten, dan moeten we gaan groeien naar bezoekersaantallen. Hoe krijg je meer bezoekersaantallen? Door het hier nog leuker te maken, maar ook nog groter te maken. Als we 100.000 bezoekers halen, dan kan ik waarschijnlijk een conservator en mensen die de collectie beheren. Maar eigenlijk zou ik die nu al moeten hebben, want onze collectie is onze core business en ik kom er niet aan toe. Uiteindelijk is die collectie zo belangrijk, die moet wetenschappelijk goed begeleid worden. En dat is een dilemma voor mij. Ja. Ja. René, en als het nou, want je praat over zo'n uitgebreide collectie, is het, zijn er ook geen interesse van buiten Bokstel, andere bedrijven, andere gemeentes of instituten die zeggen, nou daar in Bokstel, die Groene Poort, dat moet toch blijven? Ja, die zijn er wel. We hebben ook voor onze lessen hebben we ook samenwerking met het waterschap, aan Maas, met de Dommel. Ik heb een hele goede samenwerking nu met Rijksuniversiteit Utrecht, aardwetenschappen.
Daar kom ik zelf vandaan, daar heb ik ook nog veel vrienden zitten. En we krijgen vanaf nu krijgen wij ook master- en bachelorstudenten die aan de collectie gaan werken. Oh, dus die zou je nou al kunnen inzetten? Die worden ingezet voor het simpelweg inkloppen in onze collectie. Want dit jaar willen we ook voor het eerst op internet gaan. Er zitten nu al 5000 items met foto en beschrijving in onze database. Maar we hebben tienduizenden fossielen hebben we hier. Dus die moeten allemaal, die zijn voor het meeste al genummerd. Maar die moeten allemaal opschrijven waar ze vandaan komen, hoe ze heten, uit welke laag komen ze. Met een Google Maps locatie erbij. Ja. Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. En daar krijg ik nu wel studenten voor. Oh, dat is wel mooi. Maar dan nog moet er, die collectie moet onderhouden worden. Ja. Er moet uitleen enzovoort enzovoort. Ja. Want zijn er geen grotere of andere museums die zeggen, ja, ik wil met jou samenwerken. Of wij willen hier ook een toeziend oog op hebben, ook al is dit wel een privé. Nou, dat is een goede vraag, want eigenlijk weet niemand hoe de museumwereld in Nederland in elkaar zit. Nee. We hebben 12 Rijksmusea, ik weet niet eens welke uit mijn hoofd. Die krijgen geld van het Rijk. Dan heeft elke provincie heeft 1 of meerdere musea die vanuit de provincie geld krijgt. In Brabant is dat het Noord-Brabants Museum. Ik weet niet hoeveel, maar er zit tussen de 3 en de 4 miljoen dat ze per jaar van de provincie krijgen. Buiten wat ze nog van de gemeente krijgen, want ook de gemeente geeft geld aan het Noord-Brabants Museum en het Stedelijk Museum. Maar het Stedelijk Museum in Den Bosch is bijvoorbeeld aan puur gemeentelijk. Dus we hebben 12 Rijksmusea, in Noord-Brabant hebben we 1 provinciaal museum. Alle andere musea die we in Brabant hebben, dat zijn er meer dan 100, ik denk wel 200, die zijn afhankelijk van hun gemeentebestuur. Ja. En als het gemeentebestuur zegt, ik krijg niks, dan krijg je niks. En als het gemeentebestuur zegt, ik krijg wel. Ja. Er is geen wetgeving. Nee. Een sportvereniging, als ze zoveel sportleden hebben, krijgen ze waarschijnlijk voor elk jeugdlid subsidie. Een bibliotheek krijgt voor elk jeugduitleen waarschijnlijk ook subsidie. Maar voor musea is er geen wetgeving. Nee. Wij kunnen wel roepen, we krijgen 25.000 basisscholieren over de vloer. Boeien. Ligt niemand wakker van. Nee. Het zou natuurlijk wel zo zijn, als je zo groot wordt, dat dan de provincie wel interesse in jullie gaat krijgen, hè? Nee, maar de provincie heeft het beleid om maar 1 museum te doen. Echt waar? En dat houden ze zo. En waarom? Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Mm. Oh, de politiek zou echt helemaal niks voor mij zijn, want ik zou veel te fel zijn. Is ook niks voor mij. Ja. Hoe simpel kun je zijn, hè? Ja, ja. Dus het is hard knokken. Ja, en dan raak je ook weer een punt wat bij mij een beetje verkeerd binnenkomt. In mijn maag zit, want dat is hard knokken, want de Belastingdienst, afgelopen jaar weer een hele strenge controle met 3 man sterk, we doen gelukkig alles goed, Belastingdienstcontrole gehad, want wij worden als bedrijf beschouwd. Wij moeten gewoon omzetbelasting, personeel, hoe noem je dat, alle belasting moeten wij gewoon afdragen hier. Maar dat is normaal. Maar kun je dan niet zeggen? Wij hebben hier een winkeltje en we hebben horeca, dan moeten we gewoon belasting. Anders hou je het land niet in stand. Dat vind ik heel normaal. Ja. Maar hoe kan het zo zijn dat diezelfde overheid die zegt, jullie zijn een bedrijf, jullie moeten belasting betalen. Het ene museum met miljoenen sponsort, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum of het Noord-Brabants Museum of het Natuurmuseum Tilburg. Op 20 kilometer afstand hebben we het Natuurmuseum Tilburg. Die krijgt tonnen per jaar van hun gemeente en wij krijgen niks van onze gemeente. Zal ik nog wat zeggen? Met subsidie van provincie en gemeente heeft Museum Tilburg op 20 kilometer afstand van hier zelfs vorig jaar dezelfde dinosaurussen daar neergezet die wij hier hebben. Omdat ze zien dat het hier goed gaat, dan kunnen wij met subsidie dezelfde neerzetten. Zo erg is het. Oh, en dat is dus oneerlijke concurrentie. Ja. We zijn er niet bang voor, want wij blijven inhoudelijk toch veel beter dan hun. Maar het is wel frustrerend. Iedereen denkt dat Nederland alles goed voor elkaar heeft, maar in de museumwereld is niks voor elkaar. Nee. En daar is Bernard Vekermans ook precies hetzelfde. Ja. Ja, dan is de vraag, hoe lang hou je zoiets vol, hè? Dat hou ik mijn hele leven vol. Alleen ik blijf verkondigen dat het niet eerlijk is. Maar wij doen zoveel en we blijven groeien. En ja, ik zie zoveel mogelijkheden ook. Dus, ja, knap hoor. Ik vind dat wel echt heel knap van jou. En ook heel stoer dat jij toch jouw ding blijft doen. Want dan blijf je wel heel dicht bij jezelf. Ja, zolang de bezoekers het hadden blijven groeien, weet je gewoon dat je het goed doet. En dat is voor mij de meeste voldoening. Ja. En die kinderen die jij net zei, die hier glimlachend de deur uitgaan. Ja. Dat geeft mij zoveel voldoening. De rest kan mij dan allemaal gestolen worden. Toch weer allemaal gestolen worden. Ja. Maar ik blijf erop hameren, mijn hele leven lang zal ik het doen, dat ik eerlijk behandeld wil worden. Ja. Ja, en terecht. Ja. Ik zag daar ook een hele wand met allerlei kindertekeningen. Ja. In het trappenhuis daar. Ja, want mogen ze hier ook gaan zitten tekenen? Of wat is dat? Mag, een opdracht? Dat of mag, maar als je naar onze website gaat, we hebben een hele leuke interactieve website. Dat doet gelukkig iemand anders voor mij. Ik zeg altijd, ik ben directeur van een oertijdmuseum, dus daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Maar dat doen anderen voor mij.
Ieder kind wat zo'n kleurplaat instuurt, krijgt van onze vrijkaart toegestuurd. En op die manier heb je weer een vliegwiel waardoor veel kinderen komen. Ja, ja. Ik vond het een heel interessant gesprek, René. Ik vond het ook heel leuk. En weet wat ik zo knap van jou vind? Dat jij zo'n doorzettingsvermogen hebt en zo'n positieve kijk op alles. En dat jij zo jouw ding blijft doen. Dat vind ik echt super knap. Ja. En ik hoop echt dat alles uitkomt wat jij nog graag wilt. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. Ik dank je ook heel hartelijk. Dank graag gedaan. Dank je wel.